Vlaamse verkiezingen van 25 mei zorgen traditioneel voor een heuse stoelendans. Naast de vertrouwde gezichten zijn er in het Vlaams parlement ook heel wat nieuwkomers. Ze zijn vaak nog een beetje onwennig, maar allemaal staan ze te trappelen om aan het werk te gaan. In de serie Nieuwe Leeuwen leidt Actua TV hem voor het eerst binnen in de koepelzaal van het Vlaams parlement. Ik ben Barbara Bonte, 31 jaar en ik woon in Sint Maartenslaten. Ik ben gehuwd en ik ben mama van een dochtertje van 4 maanden. En op 17 juni leg ik mijn eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger hier in het Vlaams parlement. Waarom hebt u deelgenomen aan de verkiezingen op 25 mei? Wel, ik heb deelgenomen aan die belangrijke verkiezingen, het waren samenvallende verkiezingen. In de eerste plaats omdat België als geheel België marcheert niet, België werkt niet. Wij zijn Vlamingen, wij worden gedomineerd door een Franstalige minderheid. En ik vind dat heel onrechtvaardig. En om die onrechtvaardigheid eigenlijk aan te kaarten, heb ik deelgenomen. Ik ben specifiek opgekomen voor de Vlaamse verkiezingen, omdat ik vind dat de Vlaamse regering, ondanks de bevoegdheden die ze toch heeft, dat ze eigenlijk niks heeft verwezenlijkt, ze heeft stilgestaan. Ik denk dan bijvoorbeeld in de eerste plaats, ze heeft ook beloftes gedaan, bijvoorbeeld de maximumfactuur in de zorg, dat is er bijvoorbeeld niet van gekomen. De wachtlijsten zijn blijven aangroeien, de onderwijshervorming, men heeft daar jarenlang over gepalaverd, over gesproken, over gediscussieerd. De onderwijswereld was helemaal overstag, we wisten niet waar dat ze naartoe moesten. En uiteindelijk is daar niks van gekomen. En op dat vlak wil ik dat graag blijven aankaarten, ook in de volgende legislatuur. Blijven druk zetten van kijk, jullie moeten het regeerakkoord, wat dat beloofd is aan de kiezer, jullie moeten dat uitvoeren wat jullie beloofd hebben. En ik wil aan de andere kant ook graag constructieve voorstellen doen, dus bepaalde zaken voorstellen om dan te kunnen realiseren. En ik weet wel, als Vlaams Belang is dat niet gemakkelijk, omdat wij met dat cordon sanitair altijd geconfronteerd worden. Maar toch hebben wij in het verleden ook al bepaalde zaken voorgesteld die uiteindelijk door de andere partij zijn overgenomen geweest. En dat wil ik graag blijven doen. Laten we even terugkeren naar de avond van de verkiezingen. Hoe is die verlopen voor u en wanneer hebt u te horen gekregen dat u verkozen was? Dat was eigenlijk een vrij hectische avond. Ik ben ben gaan stemmen in de voormiddag met mijn gezin, met mijn echtgenoot, met mijn klein dochtertje. Dan daarna heb ik met mijn echtgenoot eens lekker gekookt. Hij heeft dat wel verdiend. Hij heeft mij heel de campagne lang ondersteund. Maar toch kon ik het niet nalaten om dan toch op mijn laptop al te gaan kijken van voor de eerste resultaten. En toen die binnencijpelde, dan zag het er niet goed uit voor het Vlaams Belang. Maar bon, ik dacht van dat is nog maar één bureautje geteld. Dat kan nog allemaal wel meevallen. Maar uiteindelijk is het resultaat zeer slecht afgelopen. Ik zag alles binnenkomen, ik zag dat het heel slecht was. Toch ben ik naar Brussel gereden waar onze partij iets had georganiseerd. We zijn dan samengekomen we hebben dan samen naar die verkiezingsuitslag blijven kijken. Dat was natuurlijk niet leuk, de sfeer daar was natuurlijk ook niet leuk, wat dat te begrijpen is natuurlijk. En dan ben ik daarna naar mijn militanten gereden in Gent. De mensen die ons hebben geholpen, die zich belangeloos hebben ingezet voor ons, die waren ook samengekomen op een avond. Die mensen zaten ook een beetje in de put. Ik heb die wat proberen op te krikken. En dan kreeg ik s'avonds laat telefoon, want mijn zetel zat daar tot op dan niet meer in. Dus ik dacht van, zit mijn zetel er niet in? Ja, toppie, je kunt er niet aan doen. De kiezer die heeft altijd gelijk. En dan belde mijn collega op een gegeven moment, Barbara, uw zetel zou er toch bij zijn. Dan ben ik gaan kijken. Ik dacht van, amai, toch, dat kan toch niet. En dan heb ik een ganse nacht opgebleven, omdat er nog een aantal telbureaus moesten binnenkomen vanuit het Gentse. Dat waren wat problemen. En pas de maandagmorgen om 10:30 heb ik mijn definitief resultaat binnengekregen. En dat de zetel dus effectief binnen was. En dat was echt wel een pak van mijn hart. Lag het resultaat in de lijn van uw persoonlijke verwachtingen? Ik had niet echt een bepaald aantal voorkeurstemmen in mijn gedachten.
Maar ik ben blij met het aantal stemmen dat ik gehaald heb. Maar we mogen uiteraard ook onze kopman van de Oost-Vlaamse Vlaamse parlementslijst, Guy Dazeleer, enorm dankbaar zijn. Omdat hij zijn volle gewicht in de strijd gegooid heeft om in Ninove dan. We hebben daar heel goed gescoord. Ondanks het feit dat wij overal heel zware klappen hebben gekregen, hebben we daar toch nog stand gehouden. Dus ik mag zeker Guy dankbaar zijn. Maar ik heb zelf ook veel campagne gevoerd. Ik heb huisbezoeken gedaan, ik heb brieven verstuurd, ik heb marktbezoeken gedaan, ik heb aan debatten deelgenomen. Dus op dat vlak is het wel leuk als je dan toch wel een aantal voorkeurstemmen haalt. Dat is heel plezant. Zeker omdat je dan, als je zoveel inspanningen gedaan hebt, dat je er toch voor beloond wordt. Wat denkt u dat u te wachten staat als Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik heb daar wel een idee van, omdat ik altijd medewerker ben geweest op de Vlaams Belangfractie in het Vlaams parlement, op onze fractie. Dus ik heb het een beetje gevolgd van achter de schermen. Nu gaat het natuurlijk het echte werk beginnen. Ik ga moeten op het podium kruipen, ik ga moeten in de politieke strijdarena mijn ding doen. En dat gaat uiteraard helemaal anders zijn dan achter de schermen werken. Maar ik ga mijn uiterste best doen. En ik heb er wel al een idee van wat mij te wachten staat. Maar uiteraard, je moet dat zelf meemaken, eer dat je natuurlijk weet waar je aan toe bent. Waar kijkt u het meest naar uit en waar ziet u het hardst tegenop? Het meest naar uit naar de politieke debatten, om die nu eens echt live te mogen meemaken en niet meer achter de schermen te moeten meemaken. En er ook zelf aan te kunnen participeren. Ik denk dat heel boeiend gaat zijn. En het hardst tegenop, ik denk dat ik mijn tijd thuis voor mijn gezin anders ga moeten indelen. Zeker nu ook mijn babytje geboren is. Met een kindje erbij is dat niet zo evident. Ik heb campagne gevoerd. Vlak nadat ik bevallen ben ik er al ingevlogen. Dus ik heb toen mijn tijd al moeten anders indelen. En ik ga dat nu nog meer moeten doen, ook omdat ik als enige vertegenwoordiger van onze regio, Gent-Eeklo, dat ik zelf, dat ik daar ook een grote rol ga in te spelen hebben, dus dat ik veel de baan op ga moeten. Dus ik denk dat dat heel vermoeiende dagen gaan worden. Daar zie ik misschien een beetje tegenop. Maar langs de andere kant, als je je tijd goed en wel indeelt, is dat volgens mij allemaal wel te doen. Politiek kan soms een harde stiel zijn, met kritiek en persoonlijke aanvallen. Bent u daar als persoon voldoende tegen opgewassen? Ik denk dat wij met het Vlaams Belang daar wel tegen opgewassen zijn. Omdat wij met het Vlaams Belang zijn wij nog altijd met een cordon sanitair. We zijn daar nog altijd in verzeild. Wij moeten ook rekening houden dat wij door heel veel mensen nog steeds worden aanzien. Vooral politieke tegenstanders uiteraard, maar ook door de media, door vele media ga ik zeggen. We worden verweten voor racisten, we worden verweten voor mensen die niet weten waarover dat ze spreken. En wij zijn daar nu wel, denk ik, sterker tegen opgewassen dan mensen van andere partijen. We krijgen het vaak hard te verduwen. Het is niet gemakkelijk om u daartegen te wapenen, maar ik denk dat ik dat de afgelopen 7 jaar wel geleerd heb om mijn mannetje te staan. En ik hoop dat mij dat ook gaat lukken, hier live in het parlement. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Ik zou heel graag bepaalde voorstellen ook willen doen, die ik uiteraard graag zou hebben, die zouden worden doorgevoerd. Als het Vlaams Belang natuurlijk zulke zaken indient, is dat niet evident, omdat we altijd nog met dat cordon sanitair zitten. Wij hebben in het verleden met onze partij heel wat constructieve voorstellen gedaan. We hebben heel wat zaken ingediend, die uiteraard door de rest allemaal zijn weggestemd. Hoe jammer ook, inhoudelijk waren die zeer sterk, maar enkel omdat die van het Vlaams Belang kwamen, zijn die weggestemd geweest. Ik vind dat heel jammer, want er zeker heel goede zaken bij zitten. Maar langs de andere kant zijn er ook wel bepaalde zaken die we hebben voorgesteld, die ook door andere partijen zijn overgenomen. Ik denk bijvoorbeeld, wij hebben altijd gepleit voor in de commissie onderwijs, voor de invoering van een taalbadklas voor leerlingen die in Nederland niet machtig zijn. En dat is in zekere zin overgenomen door de Vlaamse regering, in afgeslankte vorm weliswaar, maar ze hebben dat ook overgenomen nu en ingevoerd. En dat is toch wel positief te noemen dat wij toch een voortrekkersrol hebben gespeeld, hebben toch bepaalde zaken hebben voorgesteld die toch zijn overgenomen geweest. En in die zin hoop ik toch wel bepaalde zaken te kunnen realiseren. Als ze dan toch worden overgenomen, dan zou ik een tevreden vrouw zijn. Op welke dossiers wil u zich toeleggen en waarom?
Ik heb steeds als medewerkster de dossiers onderwijs en economie en fiscaliteit opgevolgd. En ik zou heel graag die dossiers blijven opvolgen, omdat dat wel hele boeiende zaken zijn. Ik heb al gesproken over bijvoorbeeld die onderwijshervorming, iets waar tegen wij ons steeds als partij hebben verzet. Omdat die nefast is voor het onderwijs, hebben we daarover ook 5 jaar lang gediscussieerd. Om uiteindelijk niet veel te bereiken. En ik hoop dat ik dat kan blijven opvolgen. Ik denk dat dat heel belangrijke dossiers zijn. En ook in zaken fiscaliteit denk ik dat er de Vlaamse regering ook bepaalde zaken helemaal verkeerd heeft aangepakt. Zo is bijvoorbeeld de zogenaamde miserietax ingevoerd onder de vorige Vlaamse regering, waarin ook N-VA zat. Dat zijn toch wel tegenstanders van belastingen als ik zo'n partijprogramma lees, maar toch is die miserietax mee ingevoerd. En als het van mij afhangt, zal ik toch wel graag een voorstel indienen om die miserietax enigszins terug af te schaffen, want ik vind dat een zeer onrechtvaardige belasting. Dus ik wil mij zeker en vast graag op die domeinen terug inzetten. Waarop mag de kiezer u afrekenen? Op het feit of ik hard gewerkt heb. Ik ga mijn best doen, ik wil hard mijn best doen, ik wil hard werken. Ik heb dat ook steeds gedaan als medewerker. Ik wil dat uiteraard zeker doen als parlementslid. Ik wil mij hard inzetten voor de mensen die mij naar het parlement hebben gestuurd, die mij hun stem gegeven hebben. Ik denk dat ze me daar zeker mogen op afrekenen. Maar het is ook niet alleen de kwantiteit die telt, maar ook de kwaliteit van het werk. Dus ik wil ook graag kwaliteitsvol werk afleveren. En daarop mogen ze mij ook afrekenen. Wanneer zal uw periode als Vlaams parlementslid voor u persoonlijk geslaagd zijn? Als ik bepaalde voorstellen, ik wil graag enkele voorstellen doen, en als bepaalde voorstellen van mij worden overgenomen. Ik heb u al verteld van dat wij in een cordon sanitaire zitten, dat voorstellen van het Vlaams Belang de facto, omdat ze van het Vlaams Belang komen, afgeschoten worden, maar soms ook worden overgenomen. Ik heb het voorbeeld gegeven van die taalbadklas. En als zulke voorstellen op welke wijze ook worden overgenomen, of als het maatschappelijk debat daarover kan worden gevoerd, dan ga ik een gelukkige vrouw zijn.